Welkom bij Super Kids, de kinderkerk waar het elke week feest is. Vrolijk paas iedereen! Jij ook, hè, Kwispel? 1. Jezus houdt van mij. 2. Hij stierf aan het kruis. 3. Overwonnen dood. 4. Nu ben ik vrij. Hey, heb je nou nog steeds dat nummer in je hoofd? Ja, ik vind het zo'n leuk nummer. En het past ook helemaal bij vandaag. Ja toch, Fleur? Ja, je hebt gelijk. Vandaag vieren we Pasen. En daar kijken we al een paar weken naar uit. In de eerste aflevering hebben we het gehad over dat Jezus alle kinderen bij zich liet komen. En dat God in de Bijbel heel vaak vertelt dat hij zoveel van ons houdt. Nou, en de tweede aflevering ging over de kruisiging van Jezus. Jezus nam alle zonden van iedereen op zijn schouders. Ja, en ik ben wel blij dat er geen geur-tv is. Anders hadden de superkids geroken hoe erg jouw koffer stonk, Kwispel. Dat stonk echt heel erg. En Fleur, vorige week ging het over een ei. Ja, dat klopt. Brekertje had een kuikenbewaardoosje. En wij hebben een nieuw leven gekregen doordat Jezus de dood heeft overwonnen. Ja, en vandaag gaat het over nu ben ik vrij. Maar wat bedoelen ze daarmee? Ja, dat is een goede vraag voor vandaag. Super Kids, klap in je handen als je met ons mee op avontuur wil gaan. Jezus onderwijst mensen in de tempel. Hij vertelt over God. Terwijl hij dat doet, komen er mensen naar hem toe. Wie vertelt u dat u dit mag doen? Jezus en zijn 12 discipelen zijn met elkaar aan het eten. Jezus vertelt hen dat hij snel gevangen genomen zal worden. Dat hij zal sterven, maar ook weer op zal staan. Ook vertelt hij dat een van zijn discipelen hem zal verraden. Iedereen weigert dat te geloven. Ze willen door het vuur gaan voor hem. Niet lang erna gaan ze samen naar Gethsemane. Jezus komt hier om te bidden. Hij weet dat hij bijna aan het kruis gaat, maar vindt dat ook heel spannend. Heer, niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden, bidt hij. Zijn discipelen die met hem mee zijn, vallen in slaap. En wanneer hij terugkomt, maakt hij ze wakker. Sta op, ik kan elk moment uitgeleverd worden aan zondaars. Jezus is nog niet uitgesproken of Judas komt aanlopen. Hij geeft Jezus een kus en de soldaten die met hem mee zijn, grijpen Jezus vast en nemen hem gevangen. Jezus wordt verhoord en er wordt gekeken welke verkeerde dingen hij gedaan heeft. Maar niemand kan iets vinden. Pilatus moet kiezen of Jezus of Barabbas, een man die gevangen is genomen en mensen heeft gedood, aan het kruis gehangen moet worden. Hij vindt niets waarom Jezus aan het kruis zou moeten gaan. Maar het volk schreeuwt, laat Barabbas vrij! En zo gebeurt het. Barabbas wordt vrijgelaten en Jezus wordt meegenomen naar Golgotha. Bij Golgotha wordt hij aan het kruis gehangen. Zijn handen en voeten worden doorboord met spijkers. Veel mensen spotten met hem en roepen, als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Rond het middaguur valt er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhoudt. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, geeft Jezus een schreeuw en roept luid, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Op dat moment scheurt in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beeft en de rotsen splijten. Jezus is gestorven. Jezus wordt in een graf gelegd. En het graf wordt goed bewaakt, omdat er gezegd is dat Jezus na 3 dagen weer op zou staan. Na 3 dagen komen vrouwen bij zijn graf kijken. Plotseling begint de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalt af uit de hemel, loopt naar het graf, rolt de steen weg en gaat erop zitten. Hij geeft licht als een bliksem en zijn kleding is wit als sneeuw.
De bewakers beven van angst en vallen als dood neer. De engel richt zich tot de vrouwen en zegt: "Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. Ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. Daar zul je hem zien." Hey, Doortje en Breekje, wat zijn jullie aan het doen? Zie je deze knoop? We proberen hem los te krijgen uit het springtouw. Ja, het is alleen wel heel moeilijk. Hij zit helemaal vast. Oh, wat willen we ermee doen dan? We wilden gewoon springtouwen. Maar dat lukt nu niet. Oh, dat snap ik. Ja, ingewikkeld. Ja, en we zijn al best wel een tijdje bezig met het uit elkaar halen van deze knoop. Oh, jullie zitten een beetje vast, denk ik. Hey, dat doet me denken aan de verhalen van de afgelopen tijd. Het springtouw is eigenlijk ons leven. Maar soms zitten we een beetje vast en er zit er een knoop in. Bedoel je dat het in de knoop kan zitten als je ruzie hebt of als je gepest wordt? Precies. Maar we hebben ook geleerd dat Jezus voor ons is gestorven aan het kruis. En onze zonde heeft vergeven. Dus hij maakt eigenlijk ons leven weer glad. Hij haalt alle knopen eruit. Oké, maar wat als we dan een keer een fout maken? Wat gebeurt er dan? Nou, we leven onder de genade. En Jezus is gestorven voor onze zonde en heeft daarmee alles vergeven. Dus hij maakt het altijd weer glad. Hij ziet ons als een glad touwtje. Wow, echt? Wow, zagen jullie dat? Zullen we God gaan aanbidden en hem danken voor wat hij heeft gedaan voor ons? Draai alvast een rondje op je plek.
Fleur, wat heb je meegenomen? Hé, een touw. Woef, woef. Oh, ga je me uitlaten? Nee joh, maar kijk, het is een springtouw. Maar Kwispel, een vraag. Heb jij wel eens ruzie? Mm-hmm. Ja, ik heb wel eens ruzie hoor. Hmm. En zeg je ook wel eens iets onaardigs? Ja, maar wat ben jij aan het doen? Kijk nou, dit is jouw leven. Iedere keer wordt er een knoop in je leven gelegd. En als je veel verkeerde dingen doet, dan kom je helemaal in de knoop te zitten. En dan kan je eigenlijk niet meer doen wat de bedoeling is, namelijk springtouwen. Oeh. Ja, dat kun je eigenlijk niet verder gaan. Dat is wel heel vervelend. Ja, maar weet je, Jezus is voor onze zonden gestorven en weer uit de dood opgestaan. En we kunnen hem aannemen als onze redder. Mm-hmm. Ja, dat hebben we de afgelopen weken al vaker gehoord, hè? Ja, en hierdoor maakt Jezus ons touw weer helemaal glad. Mm. En vergeeft hij onze zonden. En dat noem je genade. Doordat wij dus onder de genade leven, zijn we vrij. Aha, dus 1. Jezus houdt van mij, dat staat allemaal in de Bijbel. 2. Hij stierf voor al mijn zonden aan het kruis. En 3. Jezus overwon de dood. Waardoor hij laat zien dat hij sterker is dan de dood. Waf! En door zijn genade ben ik vrij. Waf, waf! Jij hebt het helemaal goed begrepen, Kwispel. Dit was alweer de laatste aflevering van het thema. Volgende week starten we weer met een nieuw thema. Dan kijken jullie vast weer mee. Doei!